André. Hoi hoi. Welkom bij Sinterklaas Boulevard. En dit is een hele nieuwe opzet. Dit is een heel nieuw programma, kinderen. En er is een hele hoop in te zien. Jan, wat zien we vandaag allemaal in Boulevard? Ja, het is een beetje een soort rommelrubriek natuurlijk over Sinterklaas. Maar ja. We roddelen niet over de Sinterklaas. Nee, maar wel met Sinterklaas. Een beetje meepraten. En we hebben vanavond natuurlijk Sinterklaastijd. Sinterklaas in het land, of komt in het land. Ja. De burgemeester aan de hand. Ja, dus dat we hebben is... burgemeester Rombouw dadelijk. En die gaat een aantal slimme vragen stellen. En we hebben een exclusief interview met de Sint. Oh, exclusief, dat moeten we wel even uitleggen aan de kinderen. Exclusief. Exclusief, kinderen, dat betekent speciaal voor jullie gemaakt. En niemand weet het nog. Nee, dat weet niemand. Want de Sint gaat namelijk vertellen over iets wat afgelopen zomer heeft plaatsgevonden. Hij wilde aan de telefoon voor de uitzending nog niet veel over vertellen. Nee. Maar we moeten het dadelijk allemaal wel horen. Mm-hmm. En iedere week in Sinterklaasjournaal, we kijken daar wat muziek in. Hè. We hebben straks de scholen doen mee. Dat is de volgende afleveringen zijn dat. Maar we sluiten ook iedere week af met de tip van de Sint. De tip van de Sint? De tip van de Sint. De Sint heeft hele bruikbare tips. En hij heeft ook zijn eigen post. Doet hij ook afhandelen bij ons programma. Hij maakt maar gelijk misbruik van Sinterklaasjournaal. Dus, ik ben zeer benieuwd, maar laten we maar gauw gaan naar het eerste onderwerp van vandaag. Ja, en daarvoor gaan we over naar onze burgemeester. Burgemeester Rombouts. Burgemeester, bent u daar? Hallo. Zeg Jan, Willem en Jan, het is bijna weer zover, hè? Vanwaar hebben jullie voor deze boulevard opzet gekozen? Ja, nou, dat zullen we vertellen. We hebben boulevard gemaakt, burgemeester Rombouts. Eigenlijk om eens een keer ook weer iets nieuws te maken. Jan, we hebben films gemaakt. Maar ja, het leek ons nou leuk om een keer een andere opzet. Want de kinderen kijken ook toch regelmatig naar Bostillon. En daarom hebben we nou speciaal voor de kinderen dit boulevard gemaakt. Leuk hoor. Ik wens jullie heel veel succes en de kinderen natuurlijk veel kijkplezier. Zou het geen leuk idee zijn om de kinderen te vragen mooie tekeningen voor Sint-Nicolaas te maken? Die ze dan natuurlijk op moeten sturen naar jullie, naar de Bostillon. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Maar dat is toch een leuk idee, Jan, om die tekeningen naar Bostillon te sturen. Dat is een heel goed idee. Dank u wel, burgemeester Rombouts. Dus, kinderen, jullie hebben het gehoord van de burgemeester. Stuur je tekeningen in. Het adres verschijnt nu onder in beeld. Hier mag je het naartoe sturen. En dan brengen wij die tekeningen... Die brengen wij gewoon naar Sinterklaas. Ik ben benieuwd. Jan, wat is er verder nog aan de hand? Nou, nu het meest spannende van deze aflevering. We gaan kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Maar nu hebben we dus dat eigenlijk het interview. De Sint gaat toch iets bekendmaken wat nog niemand eigenlijk weet. En ik kan er veel over vertellen, maar we kunnen het beste overschakelen. Laten we maar gewoon gaan kijken. We gaan naar Spanje. Hallo Sint. Hallo. Zie jij hem? Ik zie hem ook niet. Sinterklaas. Daar. Ja, ik hoor u. Hoe gaat het met u? Ik heb een hele mooie intocht gehad weer vorig jaar. Dat was heel druk. Heel druk. Heel veel mensen. Goed weer. En een hele lieve burgemeester weer. En we hebben dit vorige keer... een enorme wandeling over het nieuwe plein gemaakt, herinner ik me. Dat was heel leuk, heel leuk. En er was ook nog iets bijzonders toen we thuis kwamen. Thuis in Spanje is dat. Toen bleken er twee verstekelingen aan boord te zitten. En die zaten in de vuile was. Ja, dat waren twee eieren. Ja, dat was wel apart. Die zaten in de vuile was zo. En, en die eieren die zijn toegedekt met stro, heb ik begrepen. En na een tijd, en je weet, het is in Spanje heel warm. En onder dat stro is dat extra. Is één ei van de twee is al uitgekomen. En daar is een heel lief roze draakje uitgekomen. En als we nou straks weer naar Den Bosch gaan, dan nemen we dat draakje mee. Dan kunnen jullie dat allemaal zien. En misschien is het een idee om op de tekeningen die jullie maken, misschien een naam te zetten. Want de pieten zijn niet alleen vergeten op de eieren te letten,
maar ze zijn ook nog vergeten het draakje een naam te geven. Kinderen, zal ik eens kijken of ik het draakje hier naartoe kan krijgen. Want het is vlakbij. Draakje, kom maar. Ja, goed zo. Goed zo, goed zo. Kijk eens, braaf draakje. Is een heel lief draakje. En het is uit zo'n eitje gekomen. Je zou het bijna niet geloven. En het draakje heeft ons de afgelopen weken enorm geholpen. En ja, zie je, ja, dank je. Zie je, de hele tijd met pakjes pakken en met lijstjes lezen en Pieter een beetje helpen. Dat gaat echt heel erg goed met dat draakje. En ik ben heel benieuwd als we straks in 's-Hertogenbosch zijn. Ja, braaf. Als we straks in 's-Hertogenbosch zijn, wat jullie van het draakje vinden. Hè? Het draakje zal bij de Pieten en de Sint, als die in 's-Hertogenbosch komt, zal het draakje aanwezig zijn. Nou, draakje, zullen we samen nog even zwaaien naar de kinderen thuis? Dag, kinderen. Tot binnenkort. Komen jullie allemaal kijken? Dank jullie wel. Tot ziens. Tot ziens. Stop. Nou, Jan. Nou, ik vind het nogal wat. Het is toch hartstikke leuk, kinderen. Hebben we Sinterklaas? Hebben we Zwarte Pieten? Ja. Hebben we nu inmiddels een roze draak? Ja, maar ik moet wel zeggen, en dat zullen de kinderen thuis ook wel vinden, Sinterklaas die was wel heel positief over de intocht, ja, die hier was vorig jaar. Maar dat die twee eieren, zeg maar, mee zijn gegaan op de boot, ja. Nou, kijk, dat is het dus, hè. Het fijne is, nu krijgen we eindelijk ook eens wat te horen wat er eigenlijk na 5 december gebeurt. Want daar hoor je nooit iets van. Daar hoor je nooit, iets van. Je kunt er niks van lezen in de bladen, je leest er niets van in de krant. En wij hebben het nu. Ja, en sterker nog, kinderen, het is echt waar, maar we hebben het ook op beeld. Zullen we eens gaan kijken, Jan, ja, hoe dat roze draakje is... We hebben een aparte tape van de week binnengekregen en die mochten we pas na het interview met de Sint laten zien. En we gaan dus nu kijken waar dat draakje nu eigenlijk vandaan kwam. Kijken jullie allemaal mee? Nou, kinderen, dat is toch wel echt... Ik moet zeggen, ik had er wel iets, nou, noem het niet romantisch, maar ik vind uit een tas komen vind ik toch... Nou, ik vind het nogal. Maar het grappige is, kinderen, zoals jullie van Sinterklaas hebben gehoord, het draakje heeft nog geen naam. Nee, dus ja, hij zei draak zonder naam. Draak zonder naam. Ja, maar dat klinkt ja, dat nee. Niet leuk. Maar leuk. Als jullie nou je tekening opsturen naar Bastion... En het adres, dat hebben we net laten zien. Daar zullen we nu nog een keertje doen. Hier in bed. Hier is het adres. En dan zet je op de tekening zet je ook naam draakje. Jantje. Tof, maar Jan Willem is natuurlijk voor een draakje veel te lang. Maar het is zelf een leuke naam. Een leuke naam, gewoon dat je zegt. Mag van alles zijn. Hartstikke leuk. En stuur die inderdaad naar ons. Dan, we laten gewoon de Sint kiezen, denk ik. Hè? Uiteraard. Wij gaan er zelf Jan daar niet over. Jan, maar
Ik vind het een hele bijzondere aflevering, want wij sluiten hem traditioneel af. Daar weten de kinderen nog niet meer traditioneel. Dat betekent, dat doen we oorspronkelijk iedere keer aan het einde van de aflevering. Zit iedere week hetzelfde. De tip van de Sint. Weet jij wat de tip wordt? Ik heb geen flauw idee. Okay. Daar wordt altijd best wel geheimzinnig over gedaan. Wat zou de tip kunnen zijn? Ik heb geen idee, maar wij zeggen alvast tegen de kinderen tot volgende week. Tot volgende week! Lieve jongens en meisjes, ik heb weer een tip van de Sint. Maak de tekening uit de Bosse Omroep heel mooi en stuur hem met de schoenenpost naar de Sint. Tot volgende week. Welkom bij Sinterklaas Boulevard. Bij Bastion. Bij Bastion, natuurlijk. Kinderen, ik heb van jullie allemaal begrepen, toen ik jullie een aantal van jullie zag op straat, dat jullie het reuze leuk vonden dat Sinterklaas speciaal voor jullie geïnterviewd wordt. Nou, vandaag in Boulevard, we hebben hem weer. We hebben hem weer. En wie hebben we ook weer? Hetzelfde als vorige week. Een aantal slimme vragen van onze eigen burgemeester. Kijk. Rambouts. Uiteraard is hij weer aanwezig. Nou, en ik heb van Jan gehoord dat de burgemeester toch wel heel blij is dat jullie al zo goed tekeningen hebben ingestuurd. Dat klopt. Hij krijgt heel veel post op dit moment. Hè, want ja. Wij laten het zien zolang de Sint nog niet in het land is. Laten we dat aan de burgemeester ook zien. Ja. Deze week hebben we ook, ze zijn in beeld, vorige week nog niet, toch iets vervelends met de pieten. Ja, het is, Jan, ik kan jou daar iets meer over vertellen. De pieten die zijn soms zeg maar heel enthousiast en actief. Maar ze letten niet altijd op. En kinderen, dat weten jullie misschien nog wel, ze zijn vaak wat kwijt. Ah nee, niet weer. Ja, Jan, nee, het is het wordt zo vervelend. Ring kwijt, ja, paard kwijt, boek kwijt, boot kwijt. Wachtwoord, zijn we ook nog een keer gehad. Maar nu, ja, het is niet te geloven, ze zijn een piet kwijt geweest. Ja, die hebben ze genoeg. Kijk, maar, ring hadden we maar één, ja, paard hadden we maar één, boot hadden we maar één. Er zijn genoeg pieten. Ja, maar dit was wel een bijzondere piet. Oké. Okay. Dus dat zien jullie dadelijk allemaal. En deze week, zoals iedere week, sluiten we deze aflevering af met de, ja, tip, van de tip van de Sint. Maar overigens, ik ben ook nog, en dat is ook wel heel leuk, dat kunnen we misschien dadelijk ook nog laten zien. Ik ben bij de scholen geweest. Nee, bij de scholen geweest? Ik ben bij de scholen geweest en ik heb kinderen... Maar jij zit toch niet meer op school? Jan, natuurlijk niet. Maar ik heb speciaal omdat Sinterklaas en burgemeester Rombouts, dat die het hebben over de scholen, over tandjes en af en ik laat het je dadelijk wel zien. Want ik ben bij een aantal scholen geweest die aan het oefenen waren voor een dansje. En daar heb jij de tijd voor? Jan, het is ongelooflijk wat ik allemaal voor Sinterklaas over heb. Hè? Onmogelijk. Hè? Hoe jij dat allemaal in je agenda krijgt. Maar laten we nu eerst naar onze burgemeester gaan, ja, met zijn vraag. Nou, hartstikke leuk. Burgemeester, bent u daar? Zeg, wat gaat er dit jaar op de scholen gebeuren? Nou, burgemeester, dat zal ik u vertellen. Ik ben ook deze week dus bij de scholen geweest en ik heb een heleboel kinderen gezien en die hebben een dansje ingestudeerd en die mogen ze op het bordes bij de intocht van Sinterklaas, mogen ze die, dat dansje mogen ze laten zien. Oh, leuk. Ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd of de kinderen goed kunnen dansen. En dat zullen we natuurlijk dadelijk op de eerste clip gaan zien. Veel succes. En tot volgende week weer. Oké, okay, ja, nou, ik laat dadelijk de beelden zien. Dus tot volgende week. Tot volgende week. Dan bent u er weer. Burgemeester. Dag. Nou, dit is toch al. Ja, leuk. Leuk. Ik vind,
onze burgemeester is toch wel begaan. Hij zit er goed in dat hele Sinterklaasfeest. Ja, ik vind... Ik vraag me af of iedere burgemeester wel zo fanatiek voorvechter is van onze goedheiligheid. Ik denk het niet. Maar wij hebben hier in de bos natuurlijk ook wel de liefste kinderen. En we hebben maar één burgemeester. En we hebben maar één bastion. Dat klopt. Nou, wat krijgen we nog meer? Jan, vandaag? Ja, de burgemeester zei je het net al, hè? Ja, de scholen. De scholen. Maar we gaan eerst even naar Sinterklaas zelf. Nou, de Sint, daar is het druk. Je gaat merken, je gaat langzaamaan toch richting het moment dat hij naar 's-Hertogenbosch komt. En bij de Sint wordt het steeds drukker. Ja. Ik ga eens even kijken. Kijk, daar zit hij. Dag Sint. Hallo Sint. Kijk, ik heb hier een tekening, kinderen. En jullie kunnen... Hop, 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 hop. Foei, sorry kinderen. Ik snap dat wel natuurlijk met al dat snoep, maar... Nee Piet, nee, even wachten tot de intocht, hè. Ik heb hier een brief van Karin. En Karin is een heel lief meisje, dat kun je wel zien. Want die schrijft maakt een hele mooie tekening. Dat ze alle mensen zo lief vindt. En je kunt zien dat Karin een heel gelukkig meisje is. Ik ben heel blij met jouw brief, Karin. En ik zal jouw tekening op een heel mooi plekje ophangen. En kinderen, jullie kunnen natuurlijk tekeningen ook in de schoen stoppen. Hè? Dan krijg ik hem ook. Of bij de intocht, dat komt allemaal goed. Dus als ik ze maar krijg, dan vind ik dat goed. En hier heb ik een tekening van Rogier. En Rogier die schrijft, en die tekent zich met allemaal mensen hier. En Rogier zegt van, hoe kan ik Zwarte Piet worden? Nou Rogier, dat vind ik een slimme vraag. Maar dat is een groot geheim. En dat kan ik dus niet zo gaan verklappen. Hè? Want het geheime is dat zo, dat mag je niet verklappen. Maar Rogier, maak je geen zorgen. Er zijn genoeg Zwarte Pieten om ook dit jaar weer alle cadeautjes te verdelen. Ik ben erg blij met je tekening, Rogier. Eens even kijken. Hier heb ik een tekening van... ik denk dat... Ja, kan dat niet zo goed lezen, deze tekening. Ga ik even door. En hier heb ik ook nog weer een tekening. Jullie moeten je naam wel netjes erop schrijven, kinderen. Want Sint is al oud... En ja, dan moet hij daar toch wel een beetje naar zoeken. En dan helpt het als je hem goed opschrijft. Dit vind ik ook wel een mooie tekening. Deze is van Wim. En dit is zijn tweede tekening die hij heeft gemaakt. Staat erbij. Dan kun je ook wel zien dat hij nog een beetje aan het oefenen is. Maar Wim, ik ben er erg blij mee. Dus in de schoen en bij de intocht, kinderen. Veel tekeningen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Nou, Draakje, zullen we samen nog even zwaaien naar de kinderen thuis? Dag, kinderen. Tot binnenkort. Komen jullie allemaal kijken? Dank jullie wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag, Sinterklaas. Dag Draakje. Draakje. Ik vind het heel opmerkelijk. Ik kan me heel iets anders bij voorstellen bij het roze draak. Ja, maar ik moet wel zeggen... Nou, niet de kleur, maar... Nee, de kleur... Hoewel het wel bij je past. Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat het uit zo'n ei komt. Ja. Maar goed, misschien komen we daar later deze week nog op terug. Want dat zei die vorige week. Ik had twee eieren in de tas. Ja. En dat de andere ei, ja. Ze praten maar over één draak. Kinderen. Maar het is in ieder geval zo... Dat Sinterklaas toch wel een aantal belangrijke dingen heeft verteld. Ja. En dat roze draakje, ja, dat zullen we dan toch ook wel vaker gaan terugzien. Zeker als hij zo behulpzaam is. Want ja, goed, de Pieten en de Sint komen natuurlijk toch in die laatste dagen voor de verjaardag handen tekort. Ja. Vele cadeautjes, vele schoenen, vele daken klimmen, wortels inzamelen voor het paard, noem het maar op. Iedere hulp is welkom. En kennelijk heeft dat draakje toch een aantal... Ja, capaciteiten. Dat betekent dat hij heel veel dingen kan. Nou, die prettig zijn eigenlijk voor de Sint en de Pieten. Oké, nou, voordat we dadelijk naar de sketch gaan of naar het verhaal van de Pieten, gaan we jullie eerst laten zien hoe het op de scholen was. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben er geweest. Ja, in de schoolbanken. Hartstikke leuk. Hallo kinderen, we zijn hier in de klas van groep 3 van juf Yvette
En juf en mee op de Bossenbroek! Ja! Ik zie een paard en een zwarte piet op de zuid in een vaart. De boot van de schip daar haar kapje bewaart. Ze zit in een boot, oh ja, oh jee. Sint komt eraan, maar je gaat wat je doet, zwarte piet dan zal door. En we staan hier bij juf M.E. Juf M.E., hoe lang hebben jullie al hoeven? Nou, we zijn toch al wel zeker zo 3 weken bezig. Ja. 3 weken bezig. Ja. En juf Yvette, wat voor pasjes heb je ze laten instuderen? Nou, er zitten gezellige draaien in en lekker met de armen zwieren en allerlei grappige dingetjes. Dus ik ga helemaal goed komen. Oké, en jullie komen dus ook met jullie klas op het bordes? Tuurlijk. En dan gaan jullie laten zien aan heel Den Bosch hoe geweldig jullie het hebben ingestudeerd. Ja, precies. Ja? Ja, oké. Okay. Ja, en juf M.E. zegt ook, oké. Okay. We zijn nu aangekomen bij de Beekmansschool, de klasse groep 4, groep 4A en groep 4B van Marleen en juffrouw Marianne. Yeah! En wij gaan hier ook kijken en luisteren naar het studeren van het dansen. En ik weet zeker dat jullie er veel plezier aan beleven. En kinderen thuis, let goed op, want je kunt nog heel veel zien.
kort, juffrouw Marion van groep 4B. Van groep 4B, inderdaad. Hoe lang zijn jullie al aan het studeren? Wij zijn afgelopen vrijdag pas begonnen, omdat we niet te ver voor Sinterklaas bezig wilden zijn. Om de kinderen niet terwijl de herfst niet begonnen is, al Sinterklaas liedjes te laten gaan zingen. Maar het liedje en het dansje zat er al heel goed in. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft uitstekende leerkrachten hier, ook op, het Beekman, op de Beekmanschool. Kinderen natuurlijk, hè. En kinderen zijn fantastisch. We zijn nu aangekomen bij basisschool De Vlieger en we gaan kijken naar een geweldig dansje van groep 3. Yeah! Ja! Helemaal goed, en dan gaan we nu vragen of ze willen gaan beginnen. En ik ben erg benieuwd hoe het hier gaat, en Sinterklaas ook, hoor. Nou, we hebben er heel veel zin in, het is heel echt mooi. Keimooi. En ook op het bordes mogen jullie dan staan natuurlijk. Ja, wij gaan knallen zondag, zeker weten. Nou, heel goed. Kijk allemaal mee en ervaar de geweldige groep 3 van basisschool De Vlieger. Nou, dan vind ik het wel opmerkelijk. Jij weer in de schoolbanken. Ja.
Maar je ziet dat de kinderen hebben echt hard hun best gedaan. Nou, ik sta ervan te kijken hoe fanatiek ze daarmee bezig zijn. Nou, dat komt, dat heb je ook gehoord, de juffrouwen die hebben ook allemaal zeg maar echt de kinderen goed aangespoord. Hè? Zouden ze daar nou ook een apart, weet jij dat, of ze daar nou een speciaal rapportpunt voor krijgen? Nou, Jan, dat zal ik jou vertellen. Ik heb een van de grote hoofden van de school gesproken. En dat heb ik hem gevraagd. Oh, en? Geeft u een punt voor dansen? Nee. Dat geven ze niet. Dat krijgen ze ook niet. Ja, het is onvoorstelbaar. Eigenlijk zou dat moeten zijn nou met Sinterklaas. Hè, dat je een Sinterklaasdanspunt krijgt. Ja. Op die kinderen. Wordt er een beetje beginnerstiek ook. Ja. Toch? Ah, lezen en schrijven. Ja, het was maar een vraag van mij, maar het zag er in ieder geval hartstikke leuk uit. Nou, maar wat het hoofd ook zei, is dat de kinderen echt heel erg goed hun best hebben gedaan. Ja. Dat heb je gehoord. Ja, maar goed, de mensen konden het ook zien natuurlijk. Ja. Hé, hey, maar nu het andere verhaal. Hè? Ja. Ik bedoel, dit was allemaal leuk, maar bij de Pieten is het afgelopen week allemaal wat minder gegaan. Ja. En zo zie je maar dat je elkaar ook altijd goed een beetje in de gaten moet houden. En van de week is dat bij de Pieten niet helemaal gelukt, Jan-Willem. En we zullen eens even gaan kijken, want een van de Pieten was afgelopen week kwijt. Ja, het is onvoorstelbaar, kinderen. Maar het is gebeurd. We missen een Pieterman. Die was een kwartier geleden hier nog. Oh, die ligt zeker weer te slapen. Oh, dat zal toch niet. Dan weer. We gaan gewoon zoeken. Ja, kom je. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur van de allerbeste Pieter. Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur van de allerbeste Pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft.
voor vertrek loopt het uit de hand. Er gebeuren rare dingen op weg naar Nederland. Wasmiddel in de supervloer met groene zeep. Het is me echt een raadsel, wie heeft ons in de greep? Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe avontuur. Van de allerbeste. Ik dacht dat jij Piet was! Sinterklaas, maar ik weet toch zeker Sinterklaas niet? De Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste Pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Het moet nu echt gaan stoppen. Dit belooft niet veel goed. Ja, het moet nu echt gaan stoppen. De streken van Tante Toet. De streken van Tante Toet. Het is weer de hoogste tijd. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Hey, een draakje! Kom, ga naar een draakje toe! Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste Pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends. De hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste Pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Vertrek loopt het uit de hand. Piet, er gebeuren rare dingen. Piet, wat op weg kom naar Nederland. Kom, we zijn bezig. Kom, kom. Het is me echt een raadsel. Wie heeft ons in de greep? Oh, nee. Het is weer de hoogste tijd. Ja, ja. Nee, we gaan even zoeken. Eindelijk ben je er weer. We hebben overal een grote rol. Als Sinterklaas hier waar we niks van horen. Nou. Voor een nieuw avontuur van de allerbeste Pieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite Pieten van jongen, zijn ze gewoon kapot. Ik moet slapen, nou. Ja, maar het is toch wel goed dat het weer uiteindelijk weer goed is gekomen. Ja, maar je wil het toch niet weten? Ja, ik wil het wel weten, maar ja. Ze is overal moeten slapen. Ik ben wel zo blij dat het dat terug is gevonden. Dat is toch een beetje, hadden we vorig jaar ook, de Spaanse mentaliteit bij die Pieten. Ja, dat betekent zeg maar, ach, daar leg ik niet uit kinderen, want... Nou gewoon, deze middag tussen 2 en 5 gaat slapen in plaats van werk. Ja, en hoe noemen ze dat? Fiesta. Siesta. Nee, je hebt er ook Fiesta. Ja, je hebt Fiesta, maar dat is een feest. Oké. En in Siesta, dan slapen ze. Nog een soort feest eigenlijk voor de Piet. Ja, voor de Piet wel natuurlijk. Die vond het niet erg. Nou, en deze helemaal niet. Maar alleen... hey, weer dit draakje erbij, hè? Het draakje wat het oplost. En tweede keer. Dus volgens mij gaan we daar veel van zien. Ja. Hey, wat hebben we nog meer? Nou, ik ben benieuwd of Sinterklaas al wat tekeningen heeft gehad met de naam van het draakje. Ik denk dat dat nog vroeg is, hoor. Oh. Een weekje tussen, maar hij zal in ieder geval post hebben gehad. Nou, dat kun je weer hier naartoe sturen. Stuur je tekening en de naam van het draakje op naar... Het adres staat eronder, Bostion. En natuurlijk de tip van de Sint van deze week. Want wij kunnen alvast tegen de kinderen thuis zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. Kijk Wees allemaal weer. Naar Sinterklaas, Boulevard. Ja, en de tip van de Sint. Lieve jongens en meisjes, tot slot zijn we weer bij de tip van de Sint. En hoewel jullie dat natuurlijk allemaal van plan zijn, zou ik jullie toch van harte willen aanbevelen met je papa's en mama's, opa's en oma's, naar de intocht te komen, bij de Zuid-Willemsvaart, in de Hinthammerstraat en op het plein. Er is genoeg ruimte, zodat jullie een mooi plekje kunnen zien. Tot ziens! Kijk allemaal naar Sinterklaas Boulevard op Bostion TV! Ja!
kinderen. Welkom bij Sinterklaas Boulevard. En wat hebben we toch weer een mooie uitzending vandaag. En de intocht is geweest. Intocht is geweest. We hebben het echt schitterend gehad. Ja. We hebben al jaren een gevoel, maar ieder jaar lijkt het alsof het steeds drukker is bij de intocht van Sint. En ik moet zeggen, vooral langs de kant hebben jullie uitstekend meegezongen. Ik weet zeker dat jullie iets in je schoentje hebben gekregen, want als je zo mooi kunt meezingen. Ja, nou. Bijna overal, hè. Kijk, het is natuurlijk heel veel in een paar dagen. Hij is nog niet zo lang in het land. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat jij misschien nog niks in je schoentje hebt. Dan komt dat in de komende dagen. Hij heeft niks in zijn schoentje gehad, maar wij wel. Dus het is in ieder geval hartstikke leuk, kinderen. De intocht was superleuk. En ik vond vooral het heel opvallend dat het roze draakje er weer bij was. Hij was er weer bij. En de kinderen herkenden het draakje. Ja. Ik hoorde zelfs langs de kant een aantal namen. Oh. Ja, Henk, Willem, Jan Willem, sorry. Ah, ja. Hij zat ertussen. Ja. Vond ze een leuke naam voor het draakje. Naam, tuurlijk. Maar de Sint vond het niet zo. Nee. Hij is er ook nog niet uit. Nee, hij is er nog niet uit. Dus blijf in ieder geval al je tekeningen sturen. Hier naartoe. Juist. En dan komt het vanzelf bij de Sint. Ja, maar deze week. Ja, ook deze week. Burgemeester Rombouts natuurlijk. Hij is er weer bij. Hij wil weer wat weten. Ik zit er aan te denken dat we hem toch als vrijwilliger binnen ons journaal moeten halen. Dat we hier met z'n drieën zitten. Of hier een keer naar de scherm te kijken. Ik kreeg een beetje last van mijn nek dan, hè? Ja. Maar kunnen we het ook maar toch leuk dat hij er weer is. Absoluut. Sinterklaas natuurlijk. Hij is inmiddels wel in het land, maar hij belooft deze week ook de post af te handelen. Oh, mooi. De tip van de Sint gaat hij toch weer meegeven. Oké. En dat is natuurlijk helemaal leuk. We hebben een hele speciale aflevering van de Pieten, want die hebben toch iets meegemaakt. Ja. Kijk, we hebben vorige week gezien dat de Piet kwijt is geweest. We hebben straks een filmpje dat je kunt zien hoe sommige Pieten gaan trainen om het te wennen aan de temperatuur in ons land. Ja, nou, daar maak je wat mee hoor. Ik had het niet bedacht. Maar zullen we gaan kijken naar burgemeester Rombouts? Ja, we gaan kijken naar burgemeester Rombouts. Oké. Okay. Nou, de intocht is achter de rug. Hebben jullie de Sint nog gesproken? Wat vond hij ervan? Ja, we hebben de Sint nog gesproken, Jan, hè? Ja. Ja, en hij was helemaal onder de indruk. Hij vond het geweldig, hij vond het leuk. Hij vond de kinderen weer hartstikke lief. De bestrating vond hij fijn. Niet op sommige stukjes. Nou. Ja. Maar wat veel belangrijker is, hij heeft ook tegen ons gezegd dat hij hoogstwaarschijnlijk volgend jaar weer terugkomt. Ja. En weer in een bos. En weer in een bos. Het is prachtig, ja, hè? En weer met de boot, dus ook of de Zuid-Willemsvaart open wil blijven. Ja, maar dit is anders kunnen we ook nog via de Dommel, ja. Burgemeester Rombouts. En dat roze draakje, ik begin het een beetje te snappen, die heeft goed geholpen, is het niet? Ja, nou, dat is inderdaad waar. Maar dat roze draakje is er dus bij geweest, burgemeester. En ook bij u op bordes. Ja. Hartstikke leuk. Oké. Tot volgende week. Tot volgende week. Nou, leuk. Toch iedere keer weer slimme vragen. Ja, absoluut. Een goed interviewer. Een goed debater noemen ze dat. Ja. He, dus waar je goed mee in gesprek kunt zijn. En ook goed dat hij dus meteen had gezien dat roze draadje dus compleet goed meehelpt. Ja. Nou ja, ze wordt langzamerhand misschien kind aan huis, dat draadje. We weten het niet zeker natuurlijk. We moeten het afwachten. Ja. Maar heb je nog een leuke rol? Nou, ik heb daar wel een rol. Nou, laat horen. Ik heb gehoord dat de Pieten van de week, dat is natuurlijk een paar dagen, ja. De Pieten zijn afgelopen week een gevulde schoen tegengekomen. Dus iemand die zijn wortel met wat klontjes voor het paard. Ja, klontjes? Suikerklontjes. Oh, oké. Okay. Niet te veel, maar het paard lust graag suikerklontjes. Hè? Mm-hmm. Die heb ik ook wel eens, nou, paard, ja. Ook. Paard ook. Maar ze zijn een schoen tegengekomen, maat 64. Jij hebt maat 42, 41, 43,5. Dat is zo. Mm-hmm. Dat is toch maat 64, dat is zo'n schuit. En van wie was die? Ze weten het niet. Er woonden alleen kleine kinderen, dus we vermoeden haast dat iemand denkt dat hij dan grotere cadeaus gaat krijgen. Willen gelijk dat ontkrachten? Dat is niet zo. Nee. Dus het heeft niet te maken met de grootte van je voet, hoe groot de cadeaus kunnen zijn die je in je schoen kunt krijgen. Past het cadeautje er niet in, dan legt de Piet het er gewoon naast. Ik zal jou nog eens iets anders vertellen, kinderen. Want Sinterklaas heeft ook iets tegen mij gezegd. Echt waar? Je hebt een brief gekregen.
Nou, nee, van de Sint in je schoen. Nee, hij zei... Nee, ja, die heb ik ook gehad natuurlijk. Dat ik inderdaad mijn cadeautjes wel krijg. Nee, de Sint die heeft mij iets verklapt. Echt waar. Hij zei namelijk dat er een aantal kinderen... echt... niet zo goed hebben gezongen bij hun schoen. Dat meen je niet. En die hebben dus niks gehad. Ja, dat vond hij niet leuk. En hij zei nog zo, want dat is toch natuurlijk heel belangrijk, kinderen. Als je je schoen zet, zing minimaal 2 liedjes. Hard of zacht? Ik zou het maar een beetje harder doen, zodat zeg maar Sinterklaas het hoort. Ja. Dus voordat je gaat slapen, je zet je schoentje. En 2 Sinterklaas liedjes in. 2 Sinterklaas liedjes, goed hard. Als nou broertje en zusje, kun je dan beter tegelijk met z'n allen zingen? Dat zou ik wel doen. Niet op ik zou wel, nee, ik zou gewoon allemaal tegelijk zingen. Oké. Kun jij zingen? Ik kan wel zingen. Nou hoor. Sinterklaas kapoentjes. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in zijn schoentje. Ja, maar jij had niks gehad. Ik had... En wat kun jij dan zingen? Oh, kom maar eens kijken wat Jan in zijn schoentje heeft. Ja. Jij zou daar iets mee moeten doen. Ja, dat klopt. Jij zou daar echt iets mee moeten doen. En dan kun jij als bodyguard spelen. Maar, genoeg gesproken. Oké. Het is tijd voor deze week voor de Sint. Voor de Sint. We gaan naar de Sint en de postrubriek. Hartstikke leuk. Ah, die Sint. Hallo Sinterklaas. Ik heb hier een vraag van Fatima gekregen. En Fatima vraagt of de Sint en de Pieten, of die wel eens zeeziek worden. Nou, Fatima, ik vind dat een goede vraag. De Sint wordt nooit zeeziek. Maar er zijn wel eens pieten die te veel snoepen. En ja, als het dan een beetje waait en er zijn van die golven, ja, dan zijn die het eerste zeeziek. Dus Fatima, niet te veel snoepen en zeker niet als je op een stoomboot gaat zitten. Dan heb ik hier een vraag van Rick. En Rick die vraagt, waar tankt Sinterklaas onderweg met de boot? Dat vind ik ook wel een slimme vraag, Rick. Maar ik kom met een stoomboot. Hè. Dat zit in dat liedje ook. Hè. Zie, ginds komt de stoomboot. En die vaart op stoom. En dat maak je met kolen. Hè. Dus, en ik neem altijd genoeg kolen mee. En die worden ingeladen door de Zwarte Pieten. En dat gaat allemaal prima. Dus Rick, maak je geen zorgen. Ik heb genoeg... benzine, zoals jij het noemt, aan boord van de stoomboot. Om alle cadeautjes en Pieten en de Sint en Amerigo op tijd naar Sertogenbosch te brengen. Ah, en dan hier een vraag van, even kijken, ja, dat is Willemijn. En die gaat ook al over de stoomboot. Ja, nou, over Amerigo op de stoomboot. Nou, die heeft een eigen kooi, hè, of een eigen hut op de stoomboot. Zodat hij daar heel rustig en veilig staat. En we nemen genoeg haver en wortels en allerlei andere lekkernijen voor hem mee. Zodat als hij weer in Nederland is, dat als hij van de boot afkomt, dat hij dan lekker fris is om met de Sint over de daken te gaan richting jullie huizen om de cadeautjes in de schoenen te stoppen. Nou, het blijft toch aan kleurplaten, tekeningen, post. Ongelooflijk wat hij binnenkrijgt. Ik vind dat jullie echt goed je best hebben gedaan, kinderen. En vooral Karin heb ik al een keer gehoord. En Mohamed heb ik gehoord. En wie heb jij nog gehoord? Nou, gehoord. We hebben natuurlijk ook gezien wat er via Bos de Jong is binnengekomen. Ah. En dat is gewoon te veel om op te noemen. Als we nu moeten opnoemen, dan is de aflevering voorbij als we ze allemaal gehad hebben. En dan missen we eigenlijk het belangrijkste van deze week. Oké. En deze week het belangrijkste is wat er weer met de Pieten is gebeurd. Oh, dat zie ik hier, ja. Een stukje, noem het training. Mm-hmm. Ik dacht een Piet, die dacht wat slimmer te zijn. Het is hier natuurlijk wat kouder dan in Spanje. Ja, dat is logisch. Dus wat dacht die Piet? Ik ga mezelf daarop trainen. Hey. En als je dan in Spanje zit, hoe train je dan jezelf op de kou, Jan Willem? Ja, ik denk dat ik dan zeg maar iets zou gaan zoeken waar het koud is. Ja, dat is heel leuk bedacht, maar knap moeilijk als dat in Spanje is. Maar een van de Pieten dacht daar een oplossing te hebben gevonden. Ga ik even in Spanje kijken. In Spanje, kijk maar even mee. Oké, we gaan kijken. Maar de Pieten zijn er toch al? Ja.
En toch waren ze in Spanje? Ja, oh, met name van vorige keer. Oké. Hey, waar is Kouklumpiet? Ik mis hem. Ik zie hem niet. Ik heb ze vanmorgen nog gezien. Heb jij enig idee? Geen flauw idee. Ja, maar Sinterklaas heeft gezegd dat we met z'n allen bij elkaar moeten blijven, dus we moeten wel gaan zoeken. Ja, we moeten bij elkaar blijven, dus we gaan met z'n allen zoeken. Kom! Ja, natuurlijk. De Club van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De Club van Sinterklaas, die is hier weer met veel geraas. Met een spannend, een spannend, een spannend avontuur. Ga maar zitten op de bank, want buiten is het guur. De Club van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De Club van Sinterklaas, die is hier weer met veel geraas. Met bloemlied, muziekbied, profiet en ook test. Hoge, hoge spokers, kruspiet en de rest. De Club van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De Club van Sinterklaas, die is hier weer met veel geraas. Peperrote chocola, cadeautjes, marsepein. Kijk, ze is er weer. Een draakje. Niet iedere Piet is zomaar een coole Piet. Ze zijn slim en leuk en aardig, daaraan ligt het niet. Maar als het echt zo goed zijn aankomt, is er maar eentje van. Het is elk jaar zo koud in Den Bosch, dus ik wilde gaan oefenen tegen de kou. Maar ik zit hier nou al een halve dag en ik heb het nog steeds koud. Jongen, het is wel goed gevonden. Wel goed gevonden. Ga maar eens naar een coole plek zoeken in Spanje. Ja, hoezo een coole plek? Een coole plek, waar vind je... Oh, waar iedereen staat te dansen. Heb je wel in een coole kast gezeten? Oh, zo bedoel je? Ja, nee, maar dat was... Ik vond het heel goed van dat hij dat... Ja, vond ik heel goed. Maar ik toch weer even... dat roze draakje, nee, kinderen. Nee, nou, maar even toch... Ik wil er toch wel even iets bij zeggen. Oh. Hè, want dit is toch niet iets waar je zelf zomaar moet uit gaan proberen. Nee. Want hier kun je wel eens heel verkouden worden. Ja, en heel ziek. Dus probeer dit thuis niet dit natuurlijk. Dit moeten jullie niet doen, kinderen. Nee, dat met die koelkast was geen goede oplossing van Piet. Nee, vond ik en niet je zag hem ook helemaal shaken. Ja. Helemaal in elkaar. Ja, nee, dat was... Ik ben benieuwd of hij optimaal fit is. Want je zag hem rillen in beeld en daarna ook nog...
Ja, maar het is wel zo, kinderen. Gelukkig was het roze draakje er weer. Ja, ja, maar toch knap. Nou, hoe oud is het beestje? 3, 4, een maand of 8? 5, 6. Hoe kan hij dit weten? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Wat wist jij toen je 8 maanden oud was? Net zoveel als jij. Ja, dat is niet zoveel dan. Op jouw leeftijd. Ja, 8 maanden. 8 maanden, inderdaad. Ja, dat weet je niet. Dat weet je maar niet. Het is wel, ik vind het, kindertjes, het is onvoorstelbaar dat dat draakje iedere keer de oplossing heeft. Ja. Ja, dat is een soort, dat noemen ze een bovennatuurlijke kracht, een soort zesde zintuig. Leg neer, dat is alleen demonstratiemateriaal. Nee, dat is ver over de datum, dat is studiomateriaal. Oh. Wat op tv is, is gewoon allemaal nep. Allemaal nep. Maar daar hadden we het niet over, wil je bij de les blijven? Ja, dat is goed. Het is een zesde zintuig. Zesde zintuig. En dat raak je, dat is iedere keer eigenlijk een stap voor. Lukt heel goed, de oplossing. Ik ben ook benieuwd hoe groep 1 en groep 2 van deze basisschool De Bossenbroek, of die een favoriet Sinterklaasliedje hebben. We gaan ze overvallen en we laten ze gewoon een Sinterklaasliedje zingen. Gaan jullie mee? Nou, ik ben benieuwd. Hallo. Hallo. Dag juf Katrien. Hallo. Hoe is het? Nou, dit is wel een overval, hè? Ja, dat klopt. Maar ja. Wij van, met de kijkers thuis en de kinderen thuis... Ja. Vinden het heel leuk om even in de klas te komen... Ja. En kijken of ze al een favoriet Sinterklaasliedje hebben. Oké, okay, ja, die hebben ze wel. Maar wij hebben nog met de kinderen de afspraak... even wachten tot Sinterklaas in het land is. En dan barst het los. Nou, dan doen we vast een beetje oefenen. Dat vind ik prima. Kom maar binnen. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Luister eens. Welk liedje zullen we eerst beginnen? Zullen we Sinterklaas... Kapoentje. Sinterklaas kapoentje. Beginnen we daarmee. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in de schoentje. Gooi wat in de laarsje. Dank je Sinterklaasje. Heel goed. En nou zouden we... Elk liedje zetten. Nee, we zouden de Sigins komen. Samen. Ja, ik tel af, hè. 1, 2, 3. Het is weer tijd voor de tip van de Sint. Dag lieve kinderen, daar zijn we weer bij de tip van de Sint. En dit keer een beetje een serieus. Want met al dat snoep in deze tijd is het heel belangrijk dat je er niet te veel van eet. Maar nog veel belangrijker is dat jullie 's avonds voor het slapen gaan goed jullie tandjes poetsen. Beloven jullie dat? Bedankt. Tot ziens. Nou, het was weer echt een hele goede tip, kinderen. Een leerzame tip. Overigens, kinderen, jullie hebben het allemaal gezien, wat Sinterklaas allemaal heeft gezegd. Wij hopen natuurlijk dat jullie volgende week gewoon weer kijken naar Sinterklaas Boulevard. Tot volgende week. Doei! Doei! Yeah.
zwaar jij nou ook altijd? Welkom bij Sinterklaas Boulevard. Samen. Ja, natuurlijk. Het is een samenwerkingsprogramma. Wij doen dit samen met de kinderen thuis. Nou, kinderen, jullie hebben het gehoord. Welkom allemaal weer bij Sinterklaas Boulevard. Jan is erbij. En Jan-Willem is er ook. En leuk. Deze week ook in de aflevering natuurlijk weer onze burgemeester. En burgemeester Sinterklaas Lombouds. Natuurlijk. Sinterklaas is er ook weer bij. Ja, Sinterklaas die krijg je natuurlijk op dit moment zakken vol met post binnen. Ja. Tekeningen, brieven, nog later verlanglijstjes. De meeste zijn al binnen. Ik heb de hoofdpiet. Hij verwacht ongeveer dat 90% nu al binnen zijn. Een klein groepje kinderen wat nog niet het lijstje heeft ingeleverd, kan misschien nog niet goed kiezen in welk cadeautje wel, welk cadeautje niet. Gelijk ingaand, ze hebben al wat lijstjes doorgenomen. Wat zijn een beetje de trends? Hè? Wat is not en wat is hot? Hot. Ja. En, nou, daar kan ik wel iets over vertellen natuurlijk. Wat is hot op dit moment? Ja, je mag geen merken noemen, maar dat zijn van die spelletjes die je kunt spelen op zo'n dingetje. Ja. En dan is het een dingetje wat aan de tv hangt? Nee. Of een dingetje waar je mee in de trein kunt zitten? In de trein kunt zitten. Oké. Okay. En dat is heel erg leuk. Je kunt daarvan alles op spelen. En de kinderen, ik heb het gezien, de kinderen die kunnen dan van die spelletjes erin stoppen. En ze kunnen gaan racen, Olympische spelen. Van alles kun je ermee doen. Maar het is toch ook belangrijk dat een kind buiten speelt? Ja. En daarom zijn er dit jaar op het verlanglijstje ook heel veel skateboards. En schaatsen terug te vinden. Schaatsen, ja. Echte schaatsen. Hè? Meestal als je het vraagt, weet je nog niet of het echt gaat vriezen. Nee. Maar vorig jaar ook gezien, hè? Het is eigenlijk na Sinterklaas best wel lang is er ijs geweest. Ja. En het waren alle schaatsen uitverkocht, dus het is heel slim om een paar schaatsen. Want ieder Nederlands kind moet kunnen schaatsen. Ja, dat was met Sven Kramer zo. Wie? Sven Kramer, die kennen de kinderen ook. Dat is die jongen die heel hard kan schaatsen. En al heel vaak wereldkampioen is geworden. Dus dan ben je de beste van de wereld. En die is nou in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen. Wat zijn de Olympische Spelen? Jan? Ja, volgens mij wijden we nu te ver uit. We hadden het over wat staat er op de verlanglijstjes. Ja, maar dat was een mooi bruggetje naar die spelletjes van de Olympische Spelen. Ja, je zit er veel te fanatiek in. Veel te fanatiek in. Maar schaatsen. Is in ieder geval een goed item om op je lijst te zetten. Je moet het natuurlijk wel in de gaten houden, jullie hebben het dit jaar natuurlijk wel een paar keer gehoord. Er is natuurlijk wel zoiets als een soort financiële crisis. Oei, dat moet je eens even uitleggen, want dat is een ander woord voor jou, Jan. De afgelopen jaren zijn er een hoop bedrijven die het moeilijk hebben. Banken hebben het moeilijk en de Sint. Ja, we willen niet echt zeggen dat het moeilijk heeft, maar... Maar heb je dan ook nog een De Sint-bank? Ja. Die kan niet omvallen. Ah, gelukkig. De Sint-bank kan niet omvallen. Maar de Sint zegt wel dat we niet te gek moeten gaan doen. Je moet niet alles uit die boekjes overschrijven op je lijstje. Nee. Dat moet je niet doen. Nee. En er zijn inmiddels al, zoals Jan al zei, heel veel verlanglijstjes binnengekomen. Ja, echt heel veel. Want dat zei de hoofdpiet. Ja, dat heeft het tegen mij gezegd. Maar wat hebben we nog meer? Deze week natuurlijk, hè, zoals ik al zei, Sinterklaaspos. En we hebben een unieke opname van trainende Pieten. Trainende Pieten. Pieten moeten ieder jaar toch een cursus hebben. Omdat het alles goed gaat. Want al die pakjes die op jullie lijstjes worden ingepakt. Die moeten natuurlijk in één avond. Op 5 december. In jullie schoen gebracht worden. Ja. Dat gebeurt door alle Pieten. Sint helpt daarmee. En die moeten natuurlijk in een goede vorm zijn. Op de daken te klimmen. Schoorstenen. Noem het maar op. Langs verwarmingsbuizen. Ja. Die moeten in een goede vorm zijn. Dat doe je niet als je de hele dag onderuit ligt. En wij hebben opnames hoe die Pieten zeg maar in training zijn. Nou, eigenlijk een hele grote ballenbak. Ja, ik kan daar zat Jan ook in. Ik kan het mooier vertellen, maar het was gewoon één grote ballenbak. En je ziet, ze worstelen zich door allerlei slurven heen, glijbanen. Ja, maar wacht even Jan. Even wachten. Dus jij zegt tegen ons en de kinderen, zeg jij dat de Pieten dus iedere keer moeten blijven trainen om... Zeg maar op het dak te klimmen. Ja, en, correct. Nou, leuk. Deze week hebben we nog een laatste compilatie van alle scholen. Ja. We hebben met de dansjes gezien, we hebben dat met de intocht gezien. Ja. We hebben eigenlijk een tip van de Sint nog, een laatste tip eigenlijk. Andere woorden, het is weer een bordenvol programma. Dus laten we maar gelijk beginnen dan met burgemeester Lombouds. Met de burgemeester. Zou die er zijn? Ik denk het wel, hij is altijd op tijd. Hartstikke leuk. Hallo burgemeester. Hallo. Volgende week is het alweer voorbij, hè?
Jongen, jongen, het wordt steeds spannender. Hoe is de stemming bij de Pieten? Ja, nou, dus de stemming, ze zijn natuurlijk aardig aan het trainen, zoals we net al zeiden, voor 5 december, dat ze alle pakjes op tijd kunnen bezorgen. En ze zijn ook echt nerveus hoor, burgemeester. Want ik weet dat u daar benieuwd naar bent, maar ze zijn echt nerveus. Want de kinderen die weten dat natuurlijk ook. Er moet dan zoveel gebeuren om de, zeg maar, die pakjes bij de kinderen thuis te brengen natuurlijk. Dus hey, dat gaat volgens mij best goed met de Pieten. En zijn ze dit jaar weer iets kwijtgeraakt? Is er weer iets verloren geraakt? Ik ben heel benieuwd. Nee, ze zijn niet iets kwijt. Nee, deze keer niet. Nee, maar dat, ik vind het wel goed van u, burgemeester. Want ring, paard, boek, Piet. En natuurlijk een Piet. Een Piet kwijt. Ja. Maar dit jaar niet. Nee. Even afkloppen. Ja, even afkloppen. Het is nog niet voorbij. Maar inderdaad, burgemeester, ze zijn deze keer niks kwijt. En laten we hopen dat het zo blijft. En dan zien we u volgende week nog een keer. Tot volgende week. Tot volgende week. Haalt hij wel een koeie, hè? Ja, ieder jaar iets kwijt. Maar hoe kan dat nou, hè? Dus even voor de kinderen ook thuis. Hoe kunnen de Pieten nou zo vaak iets kwijt zijn? Ja, kijk, als jij en ik het op het werk kwijt zijn, dan zegt de baas altijd, je hebt te weinig structuur. Je organiseert het niet. Je schrijft niet op waar je dingen neerlegt. Aha, en jij denkt dus dat het daar ligt? Ik weet het niet. Ja, ik moet zeggen, ze hebben zoveel spullen bij, ik kan me ook best wel voorstellen dat er wel eens een keer iets kwijtraakt. En er zijn natuurlijk toch een aantal Pieten die af en toe in slaap vallen en dan niet meer weten waar ze het hebben neergelegd. Ja, ja, dat kan altijd. Maar ik heb wel een belangrijk nieuwtje tussendoor. Ik bedoel, we werden van de week gebeld door de briefpiet, dus degene die alle lijstjes en alles doorneemt. Mm-hmm. Die komen dat op het moment halen. Nou, we hebben vorige week opgeroepen dat de kinderen goed moeten zingen bij de schoorsteen. Ja. Dat gebeurde, dus het was een goed signaal. Werd twee liedjes hebben ze gezongen. Goed opgepakt, maar wat heeft hij van de week gehoord? Van de week heeft hij gehoord dat iemand, hij noemde geen namen, die zong Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot. Nou, dat kan niet, Jan. Gehoord, hè? Dus Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Hij heeft het echt gehoord. Nee, dat hij geloof ik niet. Hij heeft het echt gehoord. Ja, maar dat doen ze toch niet, want dan krijgen ze geen cadeautje. Nou ja, dat is de consequentie, dat zei hij ook tegen mij. Dus, kinderen, even de tip van Jan Willem en Jan. Als je gaat zingen, zing dan wel het goede liedje. Sinterklaasliedje. Ja. En niet een of ander rijmpje wat je papa of mama daarvan gemaakt heeft. Nee, want dat kan eigenlijk niet. Ik vind dit eigenlijk verzint een kind niet. Hè? Nee, maar dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet leuk. Nee, maar wat we wel leuk vinden is altijd de wekelijkse rubriek. De post van Sinterklaas. Nou. En we gaan even kijken of hij weer tekeningen binnen heeft. Of hij de post zat even. Ik neem het aan voor wel. Ik denk het wel. Kijken jullie mee? Ja, daar is Jan. Hallo Sint. Dag kinderen. Daar ben ik weer. Ik heb weer wat post gekregen met een aantal tekeningen en vragen. Een van de vragen die komt van Paul. Paul die vraagt of ik niet nerveus ben voor mijn verjaardag. Maar lieve Paul, de Sint is al heel vaak jarig geweest. Dus ik ben daar nu inmiddels wel een beetje aan gewend. Maar Paul, jij wordt 7, en dat weet ik natuurlijk. En dan is dat heel anders. Dan is dat pas de 7e keer. En dan ben je daar natuurlijk toch wat anders bij dan als je zo oud bent als de Sint. Maak je geen zorgen, Paul. Ik ben niet nerveus. En hier heb ik een vraag. Deze is ook wel een leuke vraag. Die komt van Henk. En Henk uit de Sertogenbosch. Henk die vraagt hoe ik toch altijd weet hoeveel pakjes ik moet meenemen. En waar, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dus hij krijgt 2 vragen, Henk, waar ik die pakjes moet afleveren. Ja, Henk, dat onder andere is ook één van de geheimen van de Sint. Dat de Sint en de Pieten dat precies weten. Niet een beetje, maar precies. Alle pakjes komen op tijd in de juiste schoen bij het juiste kind terecht. En misschien dat heel soms wel eens een kindje er niet zo blij mee is, maar dat is maar heel af en toe. Want ik krijg eigenlijk altijd wel lachende kinderen te zien die leuke reacties geven op de cadeautjes.
creatievelingen. Ja, het is echt gewoon erg mooi. En ik moet ook zeggen, de tekeningen worden ook steeds mooier en mooier. Ja, ik vind een minpuntje na, vind ik alles prima. Maar als ik het goed begrijp, kinderen, jullie kunnen nu nog één keer deze week je laatste tekeningen opsturen. Maak er iets moois van. Verzin een prachtige tekening. En natuurlijk de naam van het draakje. Je kunt het hier naartoe sturen. Ja, hier. Zien jullie het? Laat dat je papa en mama maar opsturen, want die kunnen heel goed schrijven. En dan komt de tekening uiteraard weer bij Sinterklaas via ons terecht. Ja, wij zorgen daarvoor. En ik hoop echt dat volgende week mijn tekening wel in beeld is. Ja, Jan, maar dan is het wel verstandig dat je iets meer maakt dan alleen een streepje. Nou, het was wel gekleurd. Ja, maar... Dat noemen ze de kunst van het weglaten. Ja, maar Jan is best in vorm met tekeningen, maar deze regen valt het me zwaar tegen. Maar als jij het allemaal zo goed weet, hè, waarom is jouw tekening dan niet in beeld? Nou, dat zal ik jou vertellen. Omdat Sinterklaas heeft gezegd, ik laat iedere week de mooiste tekeningen laat ik zien. Ja, hij kan natuurlijk niet al mijn tekeningen laten zien. Dus er is er nog niet één voorbij gekomen. Nee, maar ik heb tegen hem gezegd, Sinterklaas, dat hoeft niet. Zet mijn tekening er maar niet op. Dat heb jij niet gezegd, zo zit jij helemaal niet in elkaar. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Maar goed, ik hoop gewoon volgende week dat mijn tekening erbij zit. Ja, dat hoop ik dan niet. Gaan we maken. En brengt ons bij het volgende punt. Ja. Zoals ik al zei, we hebben een trainingsfilmpje van de Zwarte Pieten. Ja. En ik moet zeggen, wanneer je normaal traint op een trimbaan of een stormbaan. Of maar... met hockey of met tennis of met trefbal op school. Trefbal? Trefbal op school, dat spelen de kinderen gewoon. Trefbal, vraag het maar aan ze. Dat tref ik weer. Ja, dat tref jij weer, ja. Trefbal, nooit van goed. Maar we gaan kijken naar trainende Pieten. Trainende Pieten. Hoe ze gaan trainen voor 5 december. Kijken jullie mee? Sinterklaas bedacht. Jullie kunnen hier oefenen in de schoorsteen. Kom op. En in. Kom op. Heel goed. En erin. En helemaal naar boven. Helemaal naar boven. Krikken. En in.
Het is wel een vrolijke bende. Die ballen allemaal. Zeg. En een glijbaan. Het lijkt net een heel park. Ik vind het wel erg mooi. Ja. En ik denk ook wel dat je er echt leniger van wordt. Nou, en als je daar helemaal doorheen kronkelt, krijg je er ook spierballen van. Ze moeten elkaar optillen. En, ik geloof wel dat het helpt. Ja, maar als ze jou gaan optillen, Jan, dan wordt het wat lastiger. Nou, dat zorgt dat je echt een sterke Piet krijgt. Maar vertel eens, Jan, want we hebben daar de compilatie, daar hebben we al uitgelegd, de verzameling van de scholen. Jan, is jou nou iets opgevallen als je die kinderen zo ziet dansen? Ja, we hebben best wel talent eigenlijk in de bos. Ja, dat bedoelde ik te zeggen. Danstalent. En vooral het liedje is natuurlijk heel leuk, want het is een Bosse Sinterklaas. Bosse Sinterklaas liedjes zijn. Prachtige tekst. Ik weet niet wie hem gemaakt heeft, maar ik vond hem erg goed. Ja. Dus laten we daar nou naar gaan kijken. Vind je dat iets? Gewoon een samenvatting. Samenvatting van alle scholen. Van de scholen? Ja. Dan gaan we hebben we dat? Jazeker. Hier, let op. Kijk, let op. Yeah.
voor jullie horen. Sinterklaas kapoentje. Die vind ik altijd zo leuk. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoen. Kijk maar naar de camera. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Nou zwaai allemaal maar naar de camera. Doei. Doei. Doe maar uit. Dag. Dag. Nou hartstikke leuk. Dan kun je. Ik zei het al, het is wel. Ik zou wel eens willen dat ik weer terug op school zat. Nou, dat ziet er heel gezellig uit. Ja, ja, ja. Ze hebben echt hun best gedaan. Ja. Dat is, en dat zag je ook op de intocht, hè? Met de intocht heb je. Ja. Op het bordes bij de burgemeester en bij Sinterklaas. Absoluut. Jan, maar de kinderen zitten natuurlijk te wachten op de tip van de Sint. En die hebben we. Gaan we kijken. Ik ben benieuwd wat de tip is. Hallo Sinterklaas. Dag lieve kinderen. We zijn alweer bij de tip van de Sint. En dat is dit keer een hele speciale tip. Want daar zit ook een beetje een officieel tipje bij van de burgemeester. En dat is dat jullie je tekeningen naar het bastion ook kunnen opsturen. Natuurlijk in de schoen. Natuurlijk mag je ze ook op school afgeven en laten zien. Maar ook naar het bastion. En dan komen ze allemaal bij de Sint. Bedankt. Ja, heel goed. Heel goed echt nagedacht. Dit is een hele goede tip van Sint geweest. En dat brengt ons gelijk weer bij het einde van deze aflevering. Van Sinterklaas. Ja, het is alweer voorbij. Maar dat betekent... Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Maar dat betekent dat we volgende week de laatste aflevering hebben. Want dan is Sinterklaas een paar dagen later jarig. Ja, dat is weer vrolijk. En dan is het weer cadeautjes. Maar dan gaat hij weer terug naar Spanje. Ja. Nou, daar komen we volgende week op terug. Wat er dan eigenlijk op dat moment allemaal gebeurt. Kijken jullie weer mee? Volgende week bij Sinterklaas Boulevard. Tot volgende week. Doei! Kijk allemaal naar Sinterklaas Boulevard. Het is de laatste aflevering, kinderen. Ja, het is eigenlijk in en in triest. Zo jammer. Zo jammer. Jan, kom eens een beetje dichterbij zitten. Want het is vandaag een hele speciale aflevering. Het is een bijzondere uitzending. Ja. Want we hebben namelijk uiteraard burgemeester Rombouts. Ja. En we hebben natuurlijk, uiteraard ook weer Sinterklaas. Met de post. Met de post. Ook voor de laatste keer. Ja. En de Pieten... Die hebben ook Ik zal nog niet... We zeggen nog even niks. Dan mogen jullie dadelijk zelf zien. Dat komt dadelijk aan de beurt. Het was in ieder geval iets met een taart.
Meer verklappen we niet. Je zou het niet zeggen. Ik wil dat gewoon even niet graag zeggen. Dan je weten de zou kinderen... het niet zeggen. Dan weten de kinderen waarom nee, dat ze moeten nee, blijven nee, kijken. Dat doet het toch wel. Okay. Je zou het niet zeggen. Is dat nou zo moeilijk? Ik heb het niet gezegd. Je bent heel slecht voor zo'n programma. Je kunt je mond niet houden. Je kunt geen onder embargo berichten. Zie je? Ja, dat snappen de kinderen niet. Je mag embargo. Het niet zeggen. Eerst het filmpje hadden we afgesproken. En dan zeggen we waarover het gaat. Dat is goed. Nee, wat doet meneer Jan Willem toch gewoon van tevoren? Iets met een taart, met een oude taart. Twee keer, drie keer. Je doet het weer. Een oude taart. Nou, hij zit hier naast het lijkt me goed dat we eerst nu even naar de burgemeester gaan. Oh, je meent het. De burgemeester. Ah, daar is Jan. Nou, dit is de laatste aflevering. Het wordt hoog tijd dat ik Sint-Nicolaas ga feliciteren met zijn aanstaande verjaardag. Ik hoop dat het een prachtig feest voor hem wordt. En niet te vergeten natuurlijk voor onze kinderen, die zo geweldig hun best gedaan hebben. Met tekeningen, met liedjes, maar ook met het vullen van hun schoen. Hoe is dat nou met die taart afgelopen? Is dat nog gelukt? Dat taartbakken van die Pieten? Ja, inderdaad Sinterklaas. Gefeliciteerd ook namens Jan en Jan Willem natuurlijk. Hè? En zoals Jan net al zei... Veel tekeningen en er is veel gezongen. Dat klopt helemaal. Ja. Tot slot. Ik hoop er volgend jaar natuurlijk weer bij te zijn. En ik heb de laatste dagen natuurlijk toch zo'n beetje het voorgevoel gekregen... dat het hier een hele lege boel gaat worden als die Pieten allemaal de stad uit zijn. Ik hoop dat ze volgend jaar weer terugkomen met Sint-Nicolaas samen... en dat we weer een heel mooi Sinterklaasfeest tegemoet gaan in 2010. Nou, wij vinden het hartstikke leuk dat u er weer bij wil zijn in 2010. Jan? Ja, en met de Sint en met de Piet erbij en natuurlijk ook dat roze draakje. Tijdens een afspraak. Nou, leuk burgemeester. In ieder geval, we zien u natuurlijk nog wel, maar volgend jaar bent u er weer bij. Hartstikke leuk. Oké. Dag. Ik denk dat hij, dat noemen ze mediatraining, dat hij dat heeft gehad. En dat dus zijn persoonlijke coach heeft gezegd. Het is goed om een vaste rubriek te krijgen in het Sinterklaasjournaal van de Postillon. Nou, dat doen we dan. Sinterklaas Boulevard heet dat, Jan. Hij heeft een journalistieke achtergrond. Rubriek. Maar dat doen we dus, kinderen. Dus volgend jaar hartstikke leuk dat burgemeester Rombouts weer wil meedoen. Ja, nou, dat is natuurlijk altijd goed. Leuk. Altijd leuk. En wat dacht je van Sinterklaas met zijn post? Heeft hij die nog? Ja, ik ga ervan uit dat hij nog de laatste dagen heeft hij nog tekeningen gehad. Iedereen heeft toch al lang en breed zijn lijstje gehad? Nee, want vorige week hebben we nog een paar kinderen. Ja, een hele hoop kinderen. Dat klopt. En volgende week, we hadden het er al over, mijn tekening zat er toen nog niet. Nou, we gaan kijken of je bij zit. We gaan naar de post van de Sint. Oké. Dag lieve kinderen, daar ben ik weer. Met de post en de vraag. Het is al bijna gewoond aan het worden. Ik heb hier een leuke vraag van Jilnas. Of ik van speculaas hou. Nou, Jilnas, reken maar. Vooral de speculaas die de Sint meeneemt en aan jullie allemaal uitdeelt. Sint is er gek op. En heel veel Pieten ook. Jullie hebben gezien de vorige keer dat er ook een Pietje was wat stiekem hier onder de tafel zat. En zo nog maar zo'n pepernoot pikte, terwijl die dat eigenlijk op dat moment niet mocht doen. Hier heb ik nog een vraag van, even kijken hoor, van Anja. Ah, Anja, die had mij vorig jaar ook een vraag gesteld. En dit jaar stelt ze me weer een vraag, dat vind ik toch leuk. Of ik het fijn vind om in Sint-Nicolaasbos te zijn. Nou Anja, geloof het maar. Ik vind de intocht in Sint-Nicolaasbos altijd een van de mooiste die ik mee mag maken. Heel bijzonder, zo langs de Zuid-Willemsvaart. Al die lachende kinderen, de vriendelijke mensen van de politie en de gemeente, die helpen dat het allemaal goed verloopt. En dan door de Hinthammerstraat naar het Nieuwe Plein. En daar is dan altijd weer de burgemeester, die zeer vriendelijk is en de Pieten en de Sint ontvangt. Ik ben altijd heel blij, Anja, als ik weer naar Sint-Nicolaasbos mag gaan. Ah, hier, dit is een heel bijzondere vraag. Die krijg ik niet vaak. Maar is wel heel goed over nagedacht. En die krijg ik van Fred. En Fred zegt dat hij in Vught woont, maar wel naar de intocht in Den Bosch gaat. Of in Sint-Nicolaasbos gaat. Maar dat is natuurlijk geen probleem, Fred. Dat mag. Maar Fred vraagt, wanneer ga ik weer naar huis?
Want dat zie je natuurlijk nooit. Nou Fred, als alle pakjes in de schoenen zijn afgegeven, dan gaan, hoetsch, alle pieten in één keer terug naar Spanje. Daar merk je helemaal niets van. En de Sint kijkt nog één keer heel goed of de pieten niets hebben laten liggen. Een muts of een lege zak of een tekening die ik gekregen heb. En als ik dat goed heb nagekeken, dan ga ik met Amerigo de pieten achterna terug naar Spanje om uit te rusten van de drukke periode. En dan ben ik helemaal op tijd in Spanje voordat de jaarwisseling begint. En dan maak ik me weer helemaal op voor het nieuwe jaar. Dus, kinderen, wees gerust. Ik ga 6 december, 's ochtends vroeg, terug richting Spanje. Jammer Jan, hij zat er niet bij. Nee, maar dat is ook logisch natuurlijk. Kinderen, Jan kan namelijk niet tekenen. En als hij dat wel had gekund, had Sinterklaas zijn tekening laten zien. Hij had op zijn minst mijn poging kunnen waarderen. Nee, ik vind Sinterklaas, ik vind dat hij het goed heeft gedaan. Nou, maar goed, ik ben het er niet mee eens. Luister eens, want natuurlijk, burgemeester Ombrouts vroeg net hoe is het met die taart afgelopen. Ja, dat had jij ook al 3 keer van tevoren gezegd. Hij kan zijn mond dus ook niet van tevoren. Nee, maar ik heb er ook niet op geantwoord. Ook daar hadden we gevraagd van, zeg het niet van tevoren. Ik heb niet tegen burgemeester Ombrouts, ik heb hem net niet beantwoord. Oké. Okay, ik heb niet gezegd, het is goed gegaan. Waar hebben we het nu over, kinderen? Want dat is wel zo belangrijk. Ja. De pieten hadden bedacht dat het wel leuk zou zijn om voor de Sinterklaas, dat zij ook een keer een cadeau aan de Sint gaven. Voor zijn verjaardag. En wat hadden ze nu bedacht? Dat ze zelf een taart gingen bakken. Ze hebben natuurlijk een kookpiet. Hoe vreemd dan ook, die kookpiet is alleen in Spanje. Die komt niet mee naar Nederland, want hier hoeft verder niet gekookt te worden, want ze hebben strooi goed genoeg. En na 5 december gaan ze gewoon weer naar Spanje en dan zitten ze aan de vis en de pasta. En dan is de kookpiet daar weer voor. Maar weet je wat nou zo leuk was? Daar was ook een mevrouw. En die heeft de pieten wel een beetje geholpen met het koken en het bakken van de taart. Ja, want ze hebben, dat noemen ze in een deftig woord, een kookworkshop. Een kookles. Kookles. En ze hebben dus een les gehad in taarten bakken. Nou kunnen we daar nog lang over praten. Nou, maar dat laten we maar niet doen. We laten jullie gewoon eens meekijken wat voor een bende dat is geworden. Nou, kom maar mee. Allemaal zijn bij de taartwinkel. Hallo! Hallo! We gaan een taart maken. Voor Sinterklaas. Ja! Yeah. En jullie gaan mij allemaal helpen. Hey, wie heeft wel eens eerder een taart gemaakt? Ik. Oh, dus jullie hebben helemaal geen hulp nodig dan? Nee. Ik zal jullie wel een beetje helpen. Nou, we gaan de taart doorsnijden met een taartzaag. Heb je dat wel eens gezien? Nee. Nee, nou, dat is een heel handig ding. Je kan het natuurlijk ook met een mes doen, maar dan, ja, ik snij altijd schuin. Ik weet niet hoe dat met jullie is. We zijn heel erg rechtsnijders, zijn wij. Ja, ik ken het. Een heel goed rechtsnijden. Dus het is een heel handig dingetje. Hey,
Sinterklaas. Kom. Is dat echt nodig? Ja, is echt nodig. Lekker. We moeten echt nou een taart voor Sinterklaas maken, anders komt er helemaal niks van. Oké, wij zullen ons gedragen. Ja, oké. Okay, nou. Denk ik. Ik heb het net voorgedaan, toch? Ja. Je hebt je roeping gemist, je kunt echt. Hé, dit is leuk. Nou, dit is spannend. Ja, het gaat heel goed. Je gaat precies recht ook. Kijk, dat zal ik eens even laten zien. Dan hebben we nou twee hele mooie lagen. Deze nou bovenop doen. En dan moeten we weer slagroom erover doen. En dan komt hier dadelijk marsepein over. Want ja, Sinterklaas wil natuurlijk wel een marsepein. Lekker! Dus er komt dadelijk marsepein over. En anders plakt de marsepein niet op de taart. Dus de slagroom is eigenlijk lijn. Dus dan gaan jullie zo. Moet er nog meer op? Ja, dan mag wel wat meer op. Een beetje de slagroom is zuur. Beetje zuur, hè? Is die niet goed? Ja, die is zuur, die slagroom. Even kijken. Mevrouw, ruik eens. Hoe jij eens ruikt, dat is echt zuur. En deze? Nou, volgens mij is die best wel zuur. Nee. Hey. Jongens. Volgens mij kunnen we daar een volgende mee maken dadelijk, hoor. Deze is wel goed. Jongens, we moeten wel verder met de taartje, hè? Ja. Volgens mij gaan we zo alleen maar kliederen. Volgens mij is het toch goed. Hij is toch goed. Is het goed? Deze is ook goed. Ja. Alles is goed. Nou, beetje smeren nog. Maar dit is niet helemaal lekker. Beetje uitsmeren. Volgens mij zit er meer op jullie gezicht dan op de taart, jongens. Nee. Nou, dan gaan wij de taart wel liggen. Zo doen we best wel. En de zijkant ook, hè? De zijkant ook, hè? Want dan moet het ook plakken. De zijkant moet ook plakken. Nou. Die moet er niet bij. Dat is de verkeerde. Dat moet zeker niet. Ik dacht dat Pieter zo goed konden luisteren. Ja. Volgens mij heeft hij slagroom in zijn oren. Ja. Nou, dan zal ik er nou een beetje, kijk, ik heb hier kleurstof, kan je een beetje kleurstof in doen en dan mag je weer gaan kneden. Kijk, doe ik er maar een druppeltje in. Nee, het is wel te rood. Ga maar kneden. Wat een bende zeg, het zijn echte knoeiputten en wie kan het weer opruimen?
Geweldig, dan kunnen we toch nooit meer binnenkomen. Ja, geweldig. Kunnen we nooit meer binnenkomen. Zag je die niet? Dat die mevrouw niet boos is geworden, hè? Echt. Maar ik vind het knap, hoor. En dat snoepen van die slagroom. Nou, ja, daar vond ik van, nou, ja, vond ik gewoon, van Pieter niet dat, dat je gewoon een taart hebt en gewoon bij je collega zo in je gezicht. Ja, dat kun je toch niet maken? Nee, dat kun je niet maken. Het is dat ik hier een taart heb. Als, ja, anders nog een keer de nutjes over gedaan. Ja, nee, ik snap het. Maar goed, ik ben benieuwd hoe de Sint eigenlijk de taart heeft gevonden. Nou, ja. We zullen het misschien volgend jaar weten, want ja, het is tenslotte de laatste aflevering. Ja. Het is wel jammer, Jan, hè? Ik vind het heel jammer. Ik hoop dat jullie het ook erg leuk hebben gevonden. Want ja, een slotverrekening. Sinterklaas is bijna jarig. Dus ik zeg ook alvast Sinterklaas gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Sint. Jullie zijn groep 1 en groep 2 van basisschool De Vlieger. Van basisschool De Vlieger. Dat kan veel beter. Van basisschool De Vlieger. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie een paar Sinterklaasliedjes kunnen zingen. Hoorde ik daar Sinterklaas is jarig of Sinterklaas kapoentje? Kapoentje? Zullen we die gaan zingen? Ja! Oké, maar wel op je allerhardst dan, hè? Ik tel af. 1, 2, Sinterklaas kapoentje! Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege ton. Gooi wat in mijn laasje. Dank u, Sinterklaasje. En kunnen jullie ook nog zingen, Ziegins komt de stoomboot? Nee, die kunnen jullie niet zingen natuurlijk. Wel? Echt? Weten jullie het zeker? Ja. Nou, daar gaat hij. 1, 2, Sinterklaas komt de stoomboot uit Spanje. Voor jezelf! Nou, dit was basisschool De Vlieger. En we gaan snel weer terug naar Jan en Jan-Willem. Mogen we de leeftijd nou een keer weten? Het is de leukste verjaardag. Ja, want de Sint is jarig en het is jullie feestje. Ja, maar ieder kind wil nu weten hoe oud Sinterklaas is geworden. Sinterklaas is gewoon oud. Oh, nou dat is inderdaad. Dat is ook een antwoord. En ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van 5 weken lang Sinterklaas Boulevard bij Bostion. Ja. Ik denk dat het leuk is geweest. Informatief. Hè? Je leert er ook nog wat van. Mm-hmm. Maar ik denk toch dat één en dezelfde het laatste woord hierin heeft. En ik heb gehoord dat zelfs de Sint iets gaat vertellen over wat er nu na 5 december altijd gebeurt. Juist. Dus wij zeggen alvast tot volgend jaar. Hè? En, bij Sinterklaas Boulevard. En nogmaals, bedankt voor het kijken allemaal. Wij vonden het reuze leuk dat jullie allemaal naar ons hebben gekeken. Ja, we hebben jullie ook teruggezien. En ik hoop dat volgend jaar de tekeningen er wel bij zitten. Dat zal wel niet gaan. Mag ik toch wel even kijken, misschien ziet hij dat wel. Maar in ieder geval tot volgend jaar. Tot volgend jaar. We kijken nog één keer naar de Sint. Nog één keer naar de Sint. Ik ben benieuwd wat ik krijg op zijn verjaardag. Ik weet het al. Ah. Ik zou niet de grote schoen pakken. Dag lieve kinderen. We zijn alweer bijna aan het einde. Ik ga alweer bijna terug naar Spanje. En ik zou jullie de laatste tip van dit jaar willen meegeven. Wees lief, luister goed naar je papa en je mama en de juf en de meester op school. En vanaf volgend jaar zomer, nou, dan mogen jullie best alweer tekeningen naar de Sint in Spanje sturen. Want ik weet zeker dat die goed aan zullen komen. Tot ziens. Dag.